Net de business case gedaan en het ging goed, dus ik kreeg positieve feedback. Ik ook een paar aandachtspunten, dat is altijd goed om mee te nemen. Maar overal was het heel leuk om de business case te presenteren. Als ik de CEO van One Month zou mogen worden, dan denk ik dat Adriaan mij heel veel kan leren op het gebied van keuzes maken. Oog hebben voor de ander, maar tegelijkertijd ook opkomen voor je eigen belang en keuzes durven maken. Voor de business case hebben we eigenlijk heel gelijkmatig met elkaar samengewerkt. We hebben eigenlijk allemaal ideeën opgegooid en aan de hand daarvan uiteindelijk de business case uitgewerkt. En daar kwam natuurlijk mijn creativiteit mooi van pas bij het opgooien van de eerste ideeën, waar dan uiteindelijk natuurlijk het resultaat uitkomt. Zo'n unieke kans om dan met iemand over de schouder heen te kijken die het allemaal echt doet. Dat is eigenlijk alsof je de allerbeste mentor gevonden hebt om alles van te leren. Dat je zo'n unieke kans kan aangrijpen, ja, ik denk dat je dat met beide handen moet aangrijpen. En je ook hier in de finale mag staan met vier andere finalisten, denk ik, ja, het is zo bijzonder. En Huisman zei, er kan er maar één de winnaar zijn. En die winnaar is Lucas geworden. Nou, het was een hele lastige keuze weer. We hebben uiteindelijk met de jury strikt om tafel gezeten om te kijken naar wat zijn alle plussen en minnen. IJzersterke business case, zeer authentiek. Nou, wat mij betreft echt een CEO in de dop. Ik zei het net al, ik ben niet snel sprakeloos, maar super gaaf om dan een lang proces en naar verschillende rondes die je hebt overleefd, van uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen. Dus ja, onvergetelijk.